Ian Stardes leidt aan de buitenzijde echter komt nu naar de tweede plaats paard nummer 7 Hulk Frieseness aan de binnenkant loopt Hooray Boko een geweldige koers erachter. achter Hooray Boko komt daar ook langzaam maar zeker dichterbij Lux Valentine en dat is toch wel de verrassing tot nu toe in deze koers die zou hem nog mogelijk mee kunnen doen voor plek 3. Want vooraan zijn het de twee favorieten die hier gaan strijden om de overwinning met aan de binnenkant nog altijd die nummer 5 Ian Stardust. Willem Brouwer tegen Jaap Terstal. Jaap komt aan de buitenzijde nu met zijn nummer 7 Hulk Frieseness maar hij is echt te goed. Er is niets te veel gezegd. Het is de eerste voor Ian Star hij wint het hier op de tweede plaats, de zeven. Dat is uh, Hulk Traines. hele mooie derde. En dat is de verrassing in dit spelletje. Paard nummer 4, Lux Valentine. Ja, we kunnen genoeg. En de heren de winnaars van de Korte Baan Asse Delft. 11 mei prijs. Wim Brouwer slaat hier uh, toe met Ian Stardust. Vier jaar deze donkere bruinruin offshore dream uit Urania Stardust. gefokt door de heer Scheffer. Bezit van uh, Stal PD, maar meer uh, eigenlijk uh, Peter het uh, INI syndicaat. Het is gelukt? Ja, het is gelukt bij zijn eerste stap in het nieuwe jaar. Ja, Bas was heel beslist. Hij kon niet verliezen, maar uh, ik hou daar nooit zo van. <laughs> maar uh, ja, hij kon ook inderdaad niet verliezen blijkbaar. Woensdag weer. Ja, mag je weer naar de bak, maar het heeft hem niet veel gedaan denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. We gaan even naar Wim, de winnende piekeur, want uh, die uh, heeft ook zijn overwinning binnen in 2019. Wim, gefeliciteerd. Ja, ze zeiden vooraf, hij is misschien niet zo makkelijk. Nou, het is ook niet het makkelijkste Basje. Maar uh, oh, ik ben ook wel eens moeilijk. Dus dat klinkt al. Dat klinkt eenmaal minus plus. Ja, precies. Ja. Nee, oh Wim, dat meen ik niet. Maar ja, eenmaal aan kop. Uh, een auto, had ik het idee. Nou ja, ja, ze zeiden ja, ik kan niet vertrekken. Maar uh, ja, ik, kwam, ik had een heel mooi nummertje, natuurlijk, kon er mooi inlopen. Ja, en hij zat zo goed achter de startwagen. Ik denk, ja, waarom zou ik terugnemen? Ik ga rustig door. Heel goed gedaan, Wim. Kom, we gaan op de foto met uh, het INI-syndicaat. Althans, de afgevaardiging daarvan. En uh, de grote initiator Peter Deel. Stalkreba's pakt zijn overwinningje mee. Wim Brouwer. Hij uh, slaat toe, begenadigd amateurrijder natuurlijk. Dat geeft een uh, leuk plaatje. Vier jaar dus deze Offshore race met uh, Urania Stardust. Oma oh, maar Peter, het was helemaal niet de eerste, want hij had op Groningen al gewonnen. Hij had op Groningen al Hij heeft al drie keer gewonnen. Ian Stardust, de winnaar van uh, koers 2 met Wim Brouwer. Start is gevallen. De ogen zijn gericht op Ian Stardus. Die in het spoor naar voren komt. Maar er zijn er een paar minimaal even snel aan de binnenkant. Glenda Kamelen. Tweede spoor daarnaast voor Hooray Boko. Buitenzijde Ian Stardus. Geweldige start daarachter voor zijn grote tegenhanger. En dat is paard nummer 7, Hulk Vrije in Essen. Zo gaan de paarden op weg naar de overkant. Alle paarden in de juiste kadans. Ook eh, paard nummer 8 Kiel van Kamstar er goed bij. En vooraan krijgen we een wisseling van de wacht. Want het is daar dat Hooray Boko de leiding overgeeft aan paard nummer 5. Ian Stardus. En Ian Stardus brengt het veld de verre linkerbocht in met een. Lengte voor op Hooray boko, Achter Hooray boko is er een goede beginfase geweest voor paard nummer 1, Clenda Camelot. Die dan weer op een lengte wordt gevolgd door een thans opkomende nummer 8. En dat is Giel van Kamstraan. Kijk eens wie daar mooi achteraan kan. De mede-favoriet. En dat is paard nummer 7, Hulk Vrije Nessen. Maar ja, die Brouwer die gaat natuurlijk nu van zo lang als ze leven de kop niet meer afgeven. En we komen in de rechte lijn voor de tribune 2 aan 2. En het lijkt wel eens uit te kunnen gaan lopen op een duel tussen die twee grote favorieten. Waarbij Ideal, pardon, Ian Stardust het tempo bepaalt. Buiten. Zijde daarnaast Giel van Kamstra. Aan de binnenkant geen meter te veel voor Hooray Boko. In een zetel in het tweede spoor ook paard nummer 7, Hulk S. Daarachter is er dan Klenna Camelot. En die moet even een halve lengte laten vallen. En die wordt gevolgd op een lengte door Lux Valentijn. En zo gaan ze dan op weg naar de overkant van de baan. Doen dat voor de voorlaatste maal met nog altijd als een groot vorst aan de leiding. Paard nummer 5, Ian Star. dus Schuin daarnaast is het Giel van Kamstra. Aan de binnenzijde dan het nummer 3 van Hooray Boko. Tempo lijkt niet al te hoog. En achter deze paarden is het dan het nummer 7 van Hulk Vrijen Ook die andere twee sluiten weer aan. Met aan de buitenzijde Clenda Camelot en aan de binnenzijde Lux Valentine. En zo hebben we de zes paarden bijzonder dicht bij elkaar. Komen we weer in de rechte lijn voor de tribune voor de korte baan als ze Delft 11 meiprijs. En het is nog altijd de vijf Ian Stardust aan de leiding. Ian Stardust met aan de buitenzijde dan die Giel van Kampstra Krijgt geen makkelijke koers, maar hij ligt er nog altijd goed bij. Binnenzijde Hooray Boco. Dan is het moment daar dat Jaap Ter Stals zijn Hulk Vrijen in de hoogste versnelling brengt. Binnen doorloopt loopt geen meter te veel paard Nummer 4, Lux Valentijn. Een gigant van een outsider. Maar ook die gaat nog meedoen voor de betere klasseringen. En vanuit de start van het veld gaat nu ook Samantha in de aanval met haar nummer 1, Glenda Camelot. Maar vooraan gaan de favorieten zich nu toch wel duidelijk laten zien. En dat betekent dat Ian Stardust leidt. Aan de buitenzijde echter komt nu naar de tweede plaats. paard nummer 7, Hulk S. Aan de binnenkant loopt Hooray Boko. Een geweldige koers erachter. Hooray Boko komt daar ook langzaam maar zeker dichterbij. Lux Valentijn. En dat is toch wel de verrassing tot nu toe in deze koers. Die zou hem nog mogelijk mee kunnen doen voor plek 3. Want vooraan zijn het de twee favorieten die hier gaan strijden om de overwinning met aan de binnenkant nog altijd die nummer 5. Ian Stardus. Willem Brouwer tegen Jaap Terstal. Jaap komt aan de buitenzijde nu met zijn nummer 7 Hulk Vrijenessen. Maar hij is echt te goed. Er is niets te veel gezegd. Het is de eerste voor Ian Stardus. Hij wint het hier. Op de tweede plaats de zeven. Dat is Hulk Vrijenessen. Hele mooie derde. En dat is de verrassing in dit spelletje. Paard nummer 4. Lux Valentine.